Hallo iedereen, welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube-kanaal. Vandaag ga ik een naked haul laten zien. Ik heb een heel pakket van naked aangekregen met, ik denk, 14 of 15 items of zo. Dus die ga ik allemaal showen vandaag. Let's roll into the naked haul. Als eerste outfit heb ik dit topje. Super schattig. Doet mij een beetje aan Griekenland denken. Omdat het zo wit is met lichtblauwe bloemetjes. En de ballon sleeves zijn ook wel echt super cute. Ik vind het echt wel een heel mooi blouseje. Zo cute en perfect voor in de zomer. Je kunt dat op een jeansshirt aandoen. Of je kunt dat met een jeansbroek combineren. Zoals ik heb gedaan. Mijn jeansbroek is een mom jeans van Naked. Een high-waisted mom jeans. Het enige is, ik heb een 36 genomen. En ik heb spijt dat ik geen 34 heb genomen. Want hij valt best wel groot. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien, maar hij gaat wel zo'n beetje. Maar aan mijn bovenbenen of bovenbillen, hoe noem je dat, heb ik wel een 36 nodig, want anders gaat het te hard spannen. Dus het is gewoon een regular mom jeans, gewoon een fit. Maar ja, ik vind hem wel echt tof. Maar ik zou voor hierboven zou ik een size naar onder nemen, alleen een maat minder. Ik heb altijd 36, maar had ik dan geweten dat die zo ging openstaan, had ik wel een 34 genomen. Als volgende heb ik dit topje. Ook weer kei schattig. Hier zo. Is al zo samengetrokken met zo frulletjes. Ook meer krop. En hele dunne spaghettibandjes. De achterkant is gewoon effen. Maar het is wel een fijn stofje. Het is zo'n zacht. Hoe moet ik dat zeggen? Lijkt een beetje op een bikini of badpakstofje. Maar ja, zo voelt het een beetje. Maar ook weer wel heel tof. Ik heb vooral heel veel topjes. Dus dat zullen jullie vooral zien. Het volgende topje vind ik echt heel mooi. Allee, ik vind alles heel mooi. Anders had ik het natuurlijk niet gekozen. Simpel, maar I like this one. Really, really like it. Dus speciaal. Ik had over laatst zoiets aan in de Bershka. In het zwart. En toen dacht ik in mezelf, dit is raar, omdat je zo die twee dingetjes hier aan deze kant hebt. Maar toen zag ik dat Kansas, ik weet niet of iemand die kent van op Instagram, zo die Zweedse blogster, dat die zo'n blouseje aan had. Dit van Naked. En ik dacht, I'm gonna try it. En ik vind de kleur heel mooi. Dit kan nu in de zomer, maar dit kan ook in de herfst nog en in de winter. Khaki is wel zo'n basiskleur die altijd kan. En ja, ik vind het model wel speciaal, maar wel tof. Ik vind het echt wel leuk. De achterkant ziet er zo... Oei. Ik heb mijn kaartje er nog aan hangen. Ik heb trouwens een XS. Voor als iemand zich dat afvraagt. Ik ga er proberen in te steken, even. Die ga ik er straks allemaal afknippen, maar... Het ziet er dus zo uit, de achterkant. Hier heb je dat dan ook. En dan zo. En ook krap. Wat ik ook leuk vind. Ik weet niet waarom ik zo doe. Maar ja. Dan hebben we Mr. Tommy Hilfiger. Dit t-shirt. Dit crop t-shirtje meer. Echt super tof. Ik heb dit in een extra small genomen ook. Ik heb het meeste in een extra small van blouses. Ziet er zo uit. Met in het heel groot Tommy Hilfiger flag. Oh, amai, gezondheid. En hier staat ook nog in het klein het logootje. Achterkant is gewoon helemaal zwart. Of ik denk eigenlijk meer dat het navy is. Ik twijfel. Op de site stond het wel zwart, maar het lijkt wel een beetje navy. Maar ja, maakt niet uit. Dit is ook weer heel cute. Meer casual. Voor dagelijks gewoon door aan te doen met een jeans. Dan hebben we dit witte cute topje. Dit is zo'n lace-up. En dan met zo'n die kleine schouderdingetjes. Ik denk ook wel dat je dat kunt zo kunt hangen als je wilt. Maar
Ik vind zo persoonlijk wel iets mooier, denk ik. Ja, ik weet niet. Maar zo heb je meer zo dat boothals ding. Dit heb ik wel in een small genomen trouwens, omdat ik had gezien op de site. Dit werkt met een rits. Hier zie je de rits. En ik weet uit ervaring van de Annanotion top die ik heb, dat die heel strak was. En dit ook, dit reikt echt gewoon niet. Dus dacht ik, ga dat wel in een small nemen, dat ik nog kan ademen, want anders dan verstikt je. En dat willen we niet. Dus het ziet er zo uit. Perfect voor een festival of zo. Met een jeansshortje. Ook weer super cute. Next hebben we een blouseje in dezelfde trend. Maar dan in het lichtblauw. Maar ongeveer wel hetzelfde. Wat ook hier heel strak is. En dit heb ik ook in een small genomen. Maar zoals jullie waarschijnlijk zien. Oh, fuck man. Ik weet niet of mijn ribbenkast zo breed is. Of ik toch een laag vet op mijn ribben heb zitten. Maar dit kan ik niet verdragen. Hier kan ik gewoon echt niet in ademen. Dus spijtig genoeg is dit een no. Je kunt het ook wel zo dragen. Of zo. Maar ik vind dit dan zo mooi. Ik vind het ook hier van boven echt heel mooi. Maar ja, die knoopjes gaan gewoon springen. Dus dat is een no-go. En als ik dan ga zitten, dan komt dit erover. Dus nee. Stom. Maar ja. Als volgende hebben we deze beige body. Die past dan wel weer perfect. Die heb ik ook in een small genomen. Omdat dat is een body. En ik heb nogal een lang lichaam. Allee, ik ben gewoon in het algemeen best wel lang. Dus daarom small. En als dat extra small is, dan krijg ik dat meestal niet toe tussen mijn benen. En die ziet er zo uit. Zo'n one shoulder body. En de achterkant ziet er zo uit. En er zijn wel degelijk pitsers tussen uw benen. Dus dat is wel gemakkelijk als je dan naar het toilet moet of zo. Maar dat vind ik ook weer tof voor als je iets gaat drinken of je zou op stap gaan of je gaat naar een festival of zelfs een familiefeest met een blazertje erover of zo. Kei leuk. En we blijven in de body trend. Ook dit is een body, maar dan met lange mouwen in een cheetah print. Beetje misschien uit mijn comfortzone, want zo'n felle tijgerprint of zo, dat heb ik meestal niet echt. Maar ik vind het wel heel tof. Ook voor in de herfst is dit wel leuk om te dragen. Omdat het ook lange mouw heeft, is trouwens heel zacht. Echt een heel zacht topje. Dus ja, deze vind ik ook wel weer heel mooi. Maar dat is zo even wennen. Ik weet niet. En ik weet ook zo niet, is tijgerprint nog in? Volgens mij is tijgerprint wel zo timeless. Iets wat altijd wel zal blijven. En zolang je dat niet te tacky opkleedt. Allee, als ik dit nu zou aandoen met een leren rokje of een leren broek of zo, dan ziet dat er al direct zo tacky uit. Maar met een mom jeans of zo denk ik wel dat dat nog gaat. Wat denken jullie? Vinden jullie tijgerprint nog oké? Of zeggen jullie toch echt van, nee, niet meer. Next hebben we dit corset. Ook weer iets nieuw. Maar ik zie vaak, ik heb even trouwens mijn huidskleur BH eronder aangehouden als je die er bovenuit ziet komen. Maar anders geen dat hoor. Maar ik zie vaak van die looks met zo'n corset of zo'n body. Dit is echt een corset die stopt hier, dat is geen body. Maar dan zo'n zwarte blazer erover en een jeans of een jeansshort of zo en dan hakken. Dus dat vond ik wel heel mooi. Dat is zo sexy, maar toch met een blazer is dat toch zo stoer en businessachtig. Dus ik dacht, ik ga het eens proberen. Hè. En ik koop mij zo een. Ik weet wel nog niet hoe ik dat dan ga doen. Want nu heb ik mijn BH eronder, maar ja, die komt er bovenuit. Dus doe je dan tepelplakkers of zo. Ik weet het nog niet. But I will figure it out. Nog een topje. Deze keer met 3/4 mouwen. Maar ook weer een boothalstop. Deze vind ik ook wel echt prachtig. Dat is echt wel zo mijn ding. Even kleur, maar toch een heel leuk model. En ook weer zo die ballon sleeves een beetje. Zo die poefie mouwen. En de details zijn ook wel mooi. Hier is het zo
geribbeld. En hier is het dan gewoon even. Maar ik vind het echt wel mooi. De achterkant ziet er zo uit. Ook weer een stukje geribbeld. Dan even. Ja, deze komt wel vrij lang. Alleen gewoon. Dus die kun je wel met een gewone lage broek omdragen. Als volgende dit witte crop Calvin Klein t-shirtje. Hier staat gewoon in het klein Calvin Klein. Het heeft een heel hoog kolken. Zoals je kunt zien. Maar de achterkant is kei tof. Ik vind de achterkant echt zo leuk. En dit t-shirt is denk ik toen gemaakt in samenwerking met de Pride. Zo voor lesbisch, homo, transgenders, hetero's. Gewoon dat iedereen gelijk is. Dus dat vind ik wel heel tof. Ik vind het echt wel leuk. Dus dat is dit. Ik denk nog twee items en dan zijn we er. Dan hebben we meer een crop sweater. Allee, crop. Zo crop is die wel niet, maar zo staat het vernoemd op de site. Met een kap. Dus eigenlijk een hoodie gewoon in het kakkigroen. Redelijk simpel. Deze heb ik wel in een medium genomen, omdat ik dat graag zo'n beetje oversized heb. Dus deze ziet er zo uit. En last but not least heb ik dit zwarte kleedje. Ziet er zo uit. Het is wel een heel dun stofje, dus ik denk wel dat dit snel kan doorschijnen. Plus het is ook wel heel diep uitgesneden. Maar ik vind het persoonlijk nu niet zo erg, maar als je niet zo voor diepe uitsnijdingen bent, dan zou ik hier niet voor gaan. Dit hadden ze in heel veel andere kleuren, maar ik dacht ik neem zwart, want zwart is toch altijd zo goed voor alles. En dat kun je wel op veel gelegenheden aandoen. Maar ik vind het over het algemeen wel heel schattig en mooi kleedje. Alrighty, zo, dat was alles alweer voor deze haul. Het was best wel veel, denk ik, deze keer. Dus hopelijk hebben jullie het tot het einde uitgehouden. Dus zeker thumbs up als jullie het leuk vonden. Laat ook een leuke comment na. Laat me ook weten wat jullie favoriete item was. En ik zie jullie snel weer!